Twee van deze vier Roosendaalse schoners zullen begin augustus de grote helden uit de Tour de France feliciteren. Wie het worden, dat bepaalt het publiek zelf via een website. En dat is anders dan voorgaande jaren. Voorgaande jaren benaderen wij zelf altijd een mis. En dit jaar hebben we ervoor gekozen dat mensen kunnen stemmen op de mis. En voor ons is die interactie wel heel erg leuk, omdat dan ook het publiek laat weten wie ze graag als mis willen hebben. Maken wij kans? Ik denk het wel. Ja? En dat publiek heeft al een lichte voorkeur. Want deze twee potentiële ronde dames gaan aan kop. Wij zijn nummer 1 en 2 op ja. dit moment. Ja. Dus dit zijn op dit moment de rondemissen van de Draai van de Kei. Ja. Ja. En waarom willen jullie dat worden? Ja, dat is gewoon superleuk. Ja, het is natuurlijk een heel eer om naast die wielrenners te mogen staan. Ja. En dan een bloemetje te mogen overhandigen. Ja, en inderdaad. Natuurlijk. En startschot geven. Startschot. Ook heel leuk. Kortom, misschien wel de belangrijkste functie bij de Draai van de Kei. En dus is er voor de achterliggende concurrenten flink werk aan de winkel. Want wie weet zoen je straks wel met Chris Froome of Bauke Mollema. Ik vind het namelijk heel moeilijk wie ik van deze dames zou moeten kiezen. En ik zou het niet op mijn geweten willen hebben. Dus laat het publiek de keuze maar maken. Het publiek heeft nog tot 24 juli de tijd om te stemmen op Nicole, Jessica, Inge en Nicola.